hier. Moet die video terugkijken. Voor Cedric ook een scoopje? Ja, een scoopje. Maar Melba ga ik dat drinken. Scoopje. Dinsdag 28 november, nieuwe dag, nieuwe kansen. Vandaag, we zijn terug in Atlas. Vandaag heavy deadlifts. We hebben Ad 8, we hebben ook bench denk ik, maar vandaag de main focus is deadlift man. Ik ben pretty excited, dus ik heb vandaag weer de heavy duty aan. Wie heeft dat omgestoten? Ja, ja oké, okay, wie zijn schuld is dat dan? Ja, nee. Ik eis schadevergoeding. Dat is duidelijk je schuld. Bro, je koffie moet daar niet staan. Bro. Koffie staat in midden. Wacht voor zijn camera aanstaat. We hebben een special guest, a.k.a. Mijn vijand. A.k.a. cameraman. Eén van twee dan. Bro, je bent gewoon een camerajongen, dat weet je toch, hè? Damn, camerajongen die jou dit lift heeft gedaan voor twee. Wacht wat ik vandaag ga doen. Ja, kontje neerzetten ga je doen. Ja, vandaag deadlifts. We zitten ondertussen in week 3 al, man. Tijd vliegt echt. Maar in week 1 heb ik dus 165 deadlift, at 6. Week 2, vorige week heb ik 187 gedaan, at 7. En vandaag heb ik een at 8. Dus, ik weet low-key, ik zou 200 willen doen, post. Dat is mijn PR, dat zou fucking nice zijn om dat nu post te kunnen doen. Het ding is, 200 is misschien net zo'n reach, maar misschien ook net niet. Het ding is, ik mag me niet zo op nummers focussen. Ik wil zo hard op ronde nummers focussen, dus dat is misschien niet slim. Maar, if it's there, it's there. Zolang we geen hernia poelen, maakt het eigenlijk niet uit, man. Oh, ik ben vergeten dat ik influencer ben. Sloot, dus nu ga ik de camera wegzetten, de placer afhalen, er terug opzetten en dan doen alsof ik die eerst heb gedaan, zo. Dat is influencer shit. Wie was de beste prime? Mijn favoriet is de roze. De roze? De groen is uit stok, dat is de tweede beste. Wacht. Ja, bro. Oh, jij ook. Wat zegt dat? Snoepjes. Ja? Snoepjes. Ja? Dat is bien. T-test. Ik vind dat te zoet. Ik vind dat niet zoet. Oké, ik voel dat ik nog niet echt in de zone ben. Dus Spotify gaat uit, SoundCloud gaat aan. En nog tijd om te focussen, man. Anders gaat er vandaag niks gebeuren. Classics. The monsters were never under my bed. Because the monsters were inside my head. I fear no monsters. For no monsters I see. Because all this time, the monster has been me.
Quinten, ik doe deze. Deze, zit je deze? Met jullie in mijn gedachten. Ik zou het niet willen zeggen, maar eigenlijk moet jij nog omhoog. We go up. We go up. Fuck. Hey. Hoort je dat? Nog eens. Nog eens. Harder. If that castle still remains just as bright in your eyes, then it is your obligation. Dat is 7,5. Oké, net 110 gedaan. 3 seconden pauze, echte 3 seconden. Vorige keer Cedric had me 10 seconden laten doen. Maar 3 seconden pauze, nu heb ik back-offs. Ik had vorige week 87,5. Ik ga nu 90 doen. Ik moet 5 reps doen, geen idee hoeveel sets. En extra lange pauze, dus ik weet niet man, gewoon lang genoeg. Waren er 4 of 5 reps? Die hamstringmachine is nog altijd kapot. Dus helaas, ik kan die niet doen. Die is kapot, hè? Die werkt nog. Nee! Ik wil die niet doen. Oh, ik weet niet eens waarom hij meewandelt. Waarom komt hij me helpen? Ik heb daar niet om gevraagd. Heeft u gezien? Wie is wat door? Ik ben letterlijk al niet klaar of zo. Ja, serieus. Ja. Oh fuck die muziek man, ik heb het niet nodig. Kom op. Heel prachtig. Ah. Ja. Kreun ik altijd zo hard? Oh, dat is echt irritant. Oh, dat is echt marginaal, man. Ik hoor dat niet als ik oortjes in heb, snap je? Die lachen heel uit met alles. Sorry. Ja.
Zoals ik al zei, nieuwe dag, nieuwe kansen. Vandaag was ook best een nice dag. Mooi PR gezet. Vandaag ging alles echt goed, man. Vandaag ga ik een 9.2 op 10 geven. En deze keer ga ik de outro niet vergeten. Dus dit is het einde van de video. Daddy out.